Nou, allemaal een goede avond allemaal. Van harte welkom. De Wonderbaarlijkenaam van onze Heer Jezus. Heb je al eens meegemaakt in je leven dat je in een conferentie was en dat je je kokend heet voelde? Ja. Ja? Halleluja. Ik wil je nog iets anders zeggen. Heb je het al eens meegemaakt als je in gebed bent, dat je in één keer zo de aanwezigheid van God voelt? Nee? Ik heb het regelmatig. Heb ik het meegemaakt. Ik maakte mee met één jongen, een buurjongen van mij. En ik ging s'avonds rond 11 uur ging naar bed toe. En hij zei tegen mij, Hans, je bent een hele lieve jongen. En ik hou ongelooflijk van jou. Hij zei dat je tot 5 uur doorging met bidden en de Heer loven en prijzen. Hij zei, dat was een beetje minder. Ik zei, wat dan? Ze was dat tot 5 uur morgens vroeg. Hij zei, ja, dat gebeurde. Ik zei, jongen, ik had geen benul van tijd. Ik had geen benul dat ik op de aarde was. Ik had alleen één benul dat ik bij mijn Jezus was. En dat was zo mooi in die aanwezigheid van God te zijn. Dat was gewoon echt wauw. Je begint aan ik had muziek aan de kop. Ik begon de Heer te loven en te prijzen. En ik begon met hem te praten. En het was net als dat je in de hemel bent. Kijk, als je ziet in jouw Bijbel, dan zal je zien dat soms een moment in de Bijbel staat dat de Bijbel zegt in de geest van God greep hem aan. Hè, ik ga jullie gewoon meenemen vanavond bijvoorbeeld naar het verhaal van Samson. Jullie kunnen allemaal het verhaal van Samson, neem ik aan. Jullie hebben dat allemaal, hebben jullie dat in de Bijbel staan? Nou, Samson, hij was een Nazareër. Hij was een gezalfde des Heren. Ja toch? Amen. Samson, die had menige keer, had God hem een opdracht gegeven. Een van de opdrachten was bij die God hem gegeven had, om niet te vertellen waar zijn kracht vandaan kwam. Ja. He, en dan zie je dat Samson, die wordt op dat moment door de Filistijnen overvallen. En dan staat daar op dat moment in de geest van God greep hem aan. Dus wat zou de geest van God kunnen doen als hij jou vanavond zal aangrijpen? Wat zal er kunnen gebeuren? Wauw, heel veel. Want dan zal je gaan zien dat als de geest van God jou aangrijpt, dat er wonderen gaan gebeuren. Ja, ik ga jullie straks nog meer meenemen, want ik laat jullie ook zien, als de geest van God je aangrijpt, wat er gaat gebeuren. Gabi die zegt wel eens, van mama, ik word zo warm als ik aan het vlaggen ben. Dan wil ze graag 20 koude handen op haar rug hebben, om weer een beetje af te koelen. Maar dat is de geest van God. Die op dat moment in zo'n klein kinderleventje aan het werk is. Dat is geweldig. Als ik ga kijken. En ik neem jullie mee naar Richteren. En dan 15 vers 14. Ja, dan kom ik in 28. Kom ik op het gedeelte uit. Dat de touwen die Samson om de armen kreeg. Ik zal je het verhaal vertellen. Samson die ligt op bed. Hij ligt aan het slapen. En zijn vrouw die doet allemaal touwen om zijn armen heen. En om zijn haren. En dan in één keer, dan probeert ze hem te gevangen te nemen. En dan roept die Leila, die roept Samson, ze willen jou pakken, die Filistijnen. En hij komt overeind. En doordat deze man geest vervuld is, kunnen ze niks doen. Want die touwen, die aanwezigheid van de Heilige Geest, die smelten die touwen om zijn armen weg. En hij pakt me daar eens even de stel Filistijnen die echt naar de Filistijnen gaan. Halleluja! Dat is Samson die dat kan. Maar dat komt doordat de geest van God hem aangreep. De geest van God had het leven
van Simpson totaal kunnen veranderen. Alleen het probleem was met Simpson, hij liet zich verleiden. En als je laat verleiden, dan zal je meemaken dat je heel veel jaren al achter in de ploeg bent om alleen maar koren te ploegen. De duivel die zal proberen jou de ogen uit te prikken. En jou als een donkie, als een ezel laten lopen. Maar als Simpson een beetje verstand had gehad, dan had hij dat nooit laten doen. Maar uiteindelijk, Simpson die erkent zijn fouten. En wat gebeurt er? Dan hebben die Filistijnen, die hebben daar in de tempel, van een afgodstempel, hebben ze een feest, een ere van een of andere god van hun. En dan halen ze Simpson erbij. Om hem te bespotten, in zijn god te bespotten. En op dat moment zegt Simpson tegen de Heer van Vader, nog één keer uw geest over mij laten komen. Om waardig te kunnen sterven. En het gebeurt. Hij duwt naar die zuilen van die tempel, duwt hij opzij. En er komen heel wat Filistijnen, die gaan naar de Filistijnen toe. Die komen om het leven. Prijs God. Maar als de geest van God jou gaat aangrijpen, dan gaan de wonderen gebeuren. Als de geest van God jou gaat aangrijpen, ga je iets anders zien. Amen. Dan zal je in het geest vervoering gaan komen. Geloof je daarin? Amen. Amen. Kijk, Samuel, dan gaat het over Saul. Jullie kunnen allemaal Saul, kunnen jullie? Een gezalfde man van God. Een behoorlijke gezalfde man van God. God, die geeft op een gegeven moment de profeet, geeft u de opdracht om Saul te gaan salven met olie. En weet je wat nou het mooiste is? Wil jullie de Bijbel erbij pakken? Dat is heel belangrijk. Even kijken. Amen. En dan ga ik met jullie naar Samuel, 1 Samuel 10, vers 9. En hij is daar met een heel veel mannen is die geweest. En dan ga ik even door en dan staat er inderdaad, zoals Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. In alle voorspelde gebeurtenissen kwamen dezelfde dag nog uit. Dus het is heel belangrijk. Door de geest van God zal je een totaal vernieuwd ander mens gaan worden in de naam van Jezus. Amen. Juist. Als de geestvervoering op jou gaat komen, dan zal jij niet meer die muren gaan zien, maar dan zal je door die muren heen gaan. Als jij in de geestvervoering gaat komen van de levende God, dan zal jij niet meer die kritieke monden horen. Dan zal je daar niet meer toegankelijk voor zijn. Als jij komt in de geestvervoering van de levende God, dan zal je over water kunnen lopen. Amen. En dat is zo belangrijk als je dat weet. Van hoe ga jij ermee om? He, we kunnen in geestvervoering komen als we aan het bidden zijn. We kunnen in geestvervoering komen als we aan het prediken zijn. We kunnen in geestvervoering komen als we aan het evangeliseren zijn. En dan maakte jij van de week mee, Dortje. Die vrouw bij die flat. Ja. De Heer die begon te spreken.
sprak door mij heen. En binnen 2 seconden was ze aan het huilen. Zegt, u bent de profeet. Ja. Maar dat zegt nog niet dat ze gaan komen, hè? Nee. Jammer genoeg. Maar dat geeft niet. Ze zullen gaan komen. Want als de geest van God met ze gaat aangrijpen, dan moet je eens gaan kijken wat er gaat gebeuren. Wauw. Dan zullen er dingen gaan gebeuren wat je nog nooit eerder mee hebt gemaakt. Kijk, het mooie is, de Heer die leidde mij van de week naar het verhaal van David. En dat is een heel mooi verhaal, een mooi voorbeeld. David, een eenvoudige herder. Een jongen zonder bravoer, zou je kunnen zeggen. Toch? Ja. En dan is daar de hele familie, er komt daar de profeet, die krijgt de opdracht om naar het huis te gaan van David. En dan komen al die broers, die komen allemaal, één voor één, komen ze daar. En de Heer die zegt, oh dat zal hem wel zijn, zegt de profeet. Zegt de Heer, nee. En uiteindelijk komt hij bij de laatste. En denkt de profeet, nou dat zal hem dan wel zijn. En dat is hem ook niet. Dan zegt die profeet, hoe kan het nou dan? Maar die profeet die keek op dat moment wat voor ogen was. Maar gelukkig had hij zijn oren ook open. Voor de stem van de Heer. En de Heer vertelt hem, er is nog een jongen op het veld. Ach, maar Heer, deze jongen. Klein, rossig. Ach, joh, het is een showmodel. Die hebben we niet nodig voor onze strijd. Ja, een showmodel, ja. Hij is schoon van uiterlijk. Nou, op dat moment laat de profeet hem naar hem komen. Die zegt, laat hem toch maar even komen. Laat me toch maar even bekijken. En weet je wat er gebeurt? Dan komt David, die komt. En dan spreekt de Heer tot de profeet. En die zegt, dat is hem. Dat is hem. Dat is hem. En wat gebeurt er? Die profeet, die zalft David met olie. Gebeurt er dan gelijk een wonder in één klap, pats dat hij koning is? Nee. Dan gaat David weer terug naar de schapen. Gewoon weer bij zijn... Ja. Geen bravoer, gewoon weer op de plek waar God hem neer heeft gezet. Maar, vanaf die dag dat de profeet David gezalfd had, greep de geest van God hem aan. Op dat moment was de geest van God over hem gekomen en gebeurde er iets in de geest van David. De geest van David was in communicatie met de geest van God. En daardoor, en toen op dat moment David, die bleef gewoon zijn werk doen, en die kwam eens een keer een beer tegen. Nou, die beer, die kan het niet daar vertellen. David wel. Normaal als wij een beer tegenkomen, wat doe je? Wat ga je doen? Rennen! En als je stel je voor dat je een hongerige leeuw tegenkomt. Hetzelfde. Juist niet. Wegwezen. Juist niet. Nee, maar die leeuw die ziet wel wat in jou. Die denkt er ook wel een lekker buitje. Nou, dan eet ik hem op. Ja, maar David, die blijft op zijn plek staan en die verscheurt die beer. Kijk, die beer, die staat voor allerlei problemen die we in ons leven mee kunnen maken. Maar David, u overwonderd door de geest van God. En ook die leeuw. Nou, we hebben de leeuw, van Juda, die brult. En dat is een teken van kracht en van autoriteit. En zo was ook de autoriteit van de levende God in het leven van David. Amen. En David, die komt op een moment dat zijn broers te strijden moeten trekken. Ja jongens, ze krijgen continu hebben ze last van die Filistijnen. Dat is vervelende jongens, echt waar.
Maar die jongens, die broers van hem, die zijn in strijd gewikkeld weer met die Filistijnen. En dan komt David, die komt daar. Die is gezonden door zijn vader. Ja, dat denken ze allemaal, dat hij gezonden is door zijn vader, maar hij is gezonden door de geest van God. Die door de vader, dat de geest van God, die zegt tegen de vader van David, van laat hem maar naar het strijdveld gaan. Ja, breng jij maar even brood naar je broers toe. En op dat moment, dan ziet David, die ziet die Goliath. Nou, zo hebben wij ook af en toe wel een Goliath in ons leven. He, en dat we denken, deze kerel zal ik nooit kunnen verslaan. Maar waarom zegt God, waarom krijg je een Goliath in je leven? Waarom? Waarom? Sterk te worden. Nee. Overwinningen te behalen. Nee. Oh. Waarom krijg je een Goliath in je leven? Hè? Dat dacht ik precies het ook, om overwinningen te krijgen. Nee. Om die Goliath te verslaan. Ja. Oh. Halleluja. Ja, om de kop eraf te houden. En dan krijg je pas overwinning. Ja. Weet je wat nou het mooiste is? Dat David die hoort dat aan die woorden die die reus naar die Israëlieten toebrengt. En David, die heeft zoiets van, oké, jullie kunnen spotten met de Israëlieten. Maar jullie gaan niet spotten met de God van Israël. En dat gebeurde. Hij spotte met de God van Israël. En op dat moment, toen die reus ging spotten met de God van Israël, toen werd David, die werd aangegrepen door de geest van God. Ja. En die zet op dat moment, niet vanuit zijn vlees, nee, maar vanuit zijn geest, ik ga die reus tegemoet. En hij laat zich niet weerhouden. Hij laat zich niet weerhouden door welk mens ook. Hij laat zich niet weerhouden door Saul. Die wil nog eens een keer allemaal pakkingen om hem heen gooien en een harnas erbij. En David die zegt, laat mij het op mijn manier doen. Zo mogen wij het vandaag ook op de manier doen die God voor jou heeft. En niet op de wereldse manier. Of op de manier van de strijdkrachten. Maar met God, met de geest van God zal je kunnen overwinnen. En dat gebeurt bij David. Jullie kunnen het verhaal. De Filistijn gaat naar de Filistijnen. Halleluja. En dat is juist het mooie wat je meemaakt van hoe God zo'n klein persoon daarvoor wil gebruiken. Kijk, wij zeggen wel eens in ons dagelijks leven, Heer, wil je mij gaan gebruiken? Nou, dan kom je een teddybeer tegen op je weg. Dan loop je er al voor weg. Kom je leeuw tegen. Loop je er al voor weg. Kijk, het mooie is, David die zegt tegen Saul, luister Saul, ik heb een leeuw heb ik meegemaakt op mijn weg. Een leeuw. Hij wou een van mijn lammeren wou die verscheuren. Maar ik liet het niet toe. Ik heb ook een beer op mijn weg meegemaakt. Ik heb deze beer ook uit elkaar gehaald. Ik heb hem ook verscheurd. En dat doe ik zelf met die reus. Hij stond er niet op met zijn borst vooruit. Dat hij zegt, oh, kom maar op, reusje. Nee, hij deed het met de kracht van God. Kijk, als wij in ons leven op een hogere level willen gaan komen, dan moeten we soms beren verscheuren. Dan komen we door moeilijke momenten heen. Ja, dan zal het misschien enorm veel pijn doen. Maar op dat moment gaat God aan het werk voor jou. En David die wist dat hij niet vanuit zijn eigen kracht aan het werk was, maar uit de kracht van God. Vanuit zijn geest. En daardoor konde hij het ook. Amen. Amen. Halleluja.
2 Koningen, 2 vers 9. En het geschiedde als zij overgekomen waren, dat Elia tot Elisa zei, begeer wat ik voor u zal doen, voordat ik weg word genomen. En Elisa, die zei op dat moment, een dubbel deel van u. Halleluja. Dus extra. Vraag God eens iets extra dat hij jou zou willen geven. Vraag hem eens dat je zegt tegen de Heer. Heer, een dubbel portie. Dat is altijd goed hoor, een dubbele portie te nemen. Ga naar McDonald's, een dubbel portie. Ja. Kijk als je kijkt. Hoeveel wonderen heeft Elia gedaan? Hoeveel? Weet jullie dat? Nee. Nee. Maar je zegt het niet. Wie weet dat? Hoeveel wonderen heeft Elia gedaan? Nee. Hè? Niks. Niks? Hij niet. Jawel. De Heer. Ja, de Heer door het been. Ja. Maar hoeveel wonderen? Ik geloof ongeveer zo'n 8 wonderen. En Elisa dubbel. Halleluja. Zo wil God jou een dubbel deel gaan geven. En dan moet je alleen om vragen. Kijk, ik wil tegen jou zeggen. Eén ding. Zeg eens tegen je buurman. Je buurman, je buurvrouw. De aanhouder wint. Zeg het eens tegen elkaar. De aanhouder wint. Want Elisa, die wordt continu, zegt Elia, van Elisa, ga maar weg joh. Ga maar weg. Dan zegt hij, ik ga daarheen. En Elisa zegt, ik ga met je mee. En dan weer, ik ga daarheen. Stel je eens voor, dat je een man van God 20 keer over de hele wereld moet achtervolgen. Achterna moet gaan. En uiteindelijk, dan zegt hij oké. Je hebt 20 keer heb je erom gezeurd. Je gaat het nu ontvangen. En Elisa die weet dat. Elisa die heeft geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht. En die zegt, ik wil van jou een dubbel portie. Ik wil het ontvangen in de naam van Jezus. En hij gaat ervoor. Eigenlijk was Elisa al aan het profiteren voor de dubbele portie. Maar stel je voor dat Elisa had gezegd een vierdubbele portie. Halleluja. Dan had hij 4 keer zoveel had hij gekregen. En Elia die zegt op een gegeven moment van oké, als je mij ziet weggaan, dan zal je het gaan ontvangen. Nou, vandaag hoeven we het op deze manier niet meer zo te zien. Want de geest van God is in jullie. Hij moet misschien alleen meer geactiveerd gaan worden. Meer en meer en meer. Maar Elia die wil dat gewoon, die zegt op een gegeven moment tegen hem, die zegt, ga maar, nee, blijf bij jou. En dan op een gegeven moment al pratend, lopen ze samen, lopen ze verder. En dan in één keer, plotseling, was er een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur. En hij kwam tussen hen in rijden, ja, en nam Elisa in een stormend mee ten hemel. En op dat moment viel de kleed van Elia viel neer voor Elisa. Toen had Elisa nog kunnen denken, ik weet niet als ik een dubbel portie heb gekregen. Had je kunnen denken. Nee, Elisa, hij nam de mantel en hij ging er gelijk mee aan het werk. En dat moeten wij ook doen. Ze de mantel op ons gegooid gaan krijgen, dan moeten we er gelijk mee aan het werk gaan. Want dan wil God niet dat je stopt, maar dat je doorgaat.
Amen. Amen. Ja, dus hij pakte die mantel. Hij sloeg hem mee op het water. Ja, in het water verdeelde zich in tweeën. Zodat Elisa kon oversteken. Amen. Amen. En als je dat gaat zien, dan zal je gaan zien wat God aan het doen is. Nehemia. En gij hebt uw goede geest, heeft God jou gegeven om te onderwijzen. Dan mag je weten dat God zorgt voor jou. Hij heeft jou een goede geest gegeven. Als je kijkt, heeft hij een goede geest gegeven om alles te kunnen leren. Hij heeft een goede geest gegeven ja, toen ze honger hadden, toen ze mannen hebben, God die geeft alles. Toen ze honger hadden, hij gaf ze water. Of manna. Toen ze dorst hadden, hij gaf ze te drinken. Wij bekijken het altijd heel vaak in ons dagelijks leven. Kijken we graag wat hebben wij in de kast. Jullie niet? Wat hebben jullie in de koelkast? Ja. Ja, oh, ik heb zo weinig. Proclaim iets anders in je leven. Als ik heb zo weinig. Ga ervoor. Ja. En de geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest des raads en des sterkte. De geest van kennis. De vrezen des Heeren. Wie zal dat zijn? Over wie wordt hier geproclameerd? Jezus. Amen. Als je ziet dat op dat moment Jesaja is aan het profiteren over Jezus. Hoe zou hij dat kunnen doen? Vanuit de geest van God. Alleen, kijk, de geest van God openbaart Jesaja op dat moment iets over Jezus. En Jesaja, die weet dat het hier gaat over Jezus. Amen. Als je dat weet, van wat God kan doen in mensenlevens, hoe jij zou kunnen profiteren en proclameren, en hoe jij op een andere wijze de geest van God kan ontmoeten, dan zal hij zeggen, wauw. Kijk, in Jezus is alles. Want de geest was op Jezus, was in Jezus. Dat is Jezus in jou. Hij is in jou. Hij is in jou. Als je dat weet, dat Jezus in jou is, dan zal je gaan zien wat de God gaat doen voor jou. Amen. Amen. Toen kwam de geest in mij en stelde mij op mijn voeten en sprak met mij en zeide tot mij, ga besluit uw binnenste uw huis. Maar de geest kwam in mij en draagde mij op mijn voeten staan. En hij sprak tot mij, ga naar binnen, sluit u op in uw huis. Soms begrijpen sommige mensen niet wat de geest van God is. Weet je dat? Want al wat vlees is, dat is vlees. En al wat geest is, is geest. En iemand die vleeselijk is, die verstaat de geest van God niet. En dat is vaak een heel groot probleem waar heel veel mensen tegen aanhikken. Ja, hoe kun je nou spreken tot de muur? Kun je spreken tot de muren van Jericho? Dan moet je toch behoorlijk gek zijn. Ja, die man die hoort in de psychiatrische inrichting, want hij spreekt tot de muur. Vorige keer heb ik tot die auto van Annie gesproken. Rijdt hij weer super? Ja. Helemaal 100% als nieuw? Ja. Halleluja. Daar moet je wel een beetje gek voor zijn. Als je geen monteur bent, kun je beter tot de auto gaan spreken.
of je gaat het prepareren. Maar als je gaat spreken, dan zal je gaan zien dat de dingen gaan veranderen in je leven. Hè, maar soms dan moeten die buren, die moeten dat gewoon niet even horen. Nee, niet horen. Soms moeten die buren dat gewoon niet horen. Als ze dat gaan horen, dan zeggen ze, oh, die vrouw is gek of die man is gek. Ja. Oh, moet maar een psychiatrische inrichting bellen. Dan heb je net gebeten voor de bed. Halleluja. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Kijk, Jezus die zegt gewoon heel duidelijk, de geest van God is op mij. Hè? En als de geest van God op jou is, dan zal je gaan zien dat niet alles vanuit de theologie beredeneerd zou kunnen worden. Joh, een filosoof heeft er al moeite mee, laat staan de theoloog. Ja? Hè, hoe kun jij nou tot een stuk brood spreken? En gaat danken en gaat breken en daar 5000 man eten van geven? Hoe kan dat nou dan? Hoe kun jij spreken tot het dooien? Kun je zeggen dat het kind niet dood is? Hoe kan jij op een zieke de handen en de smotsie in zijn ogen smeren? En zeggen, ga zien. Hoe kan je dat doen? Hoe is dat mogelijk? He, als je dat verhaal van het meisje van Jairus. Jezus komt bij het huis. Zegt tegen die mensen, ze is niet dood. Wat gebeurt er? Die mensen die lachen hem allemaal uit. Hij zegt, sluit de deur. Soms moeten wij onze deur gaan sluiten. Onze personal deur. Voor negatieve klanken van een ander. Want je zal vaker discussie meemaken. Als jullie vanaf volgende week gaan uitstappen in de geest van God. Als jullie volgende week een aanraking gaan krijgen van de geest van God, zal je leven never, nooit meer dezelfde zijn. Dan zal je gaan zien en ontdekken dat het bovennatuurlijke is groter als het natuurlijke. Kijk, Jezus, hij blies de geest op hen. Hij blies op hen. En Jezus die zegt tegen hun, ontvang de Heilige Geest. Dus eigenlijk zegt Jezus op dat moment tegen zijn discipels, laat je grijpen door de Geest van God. Laat je meevoeren door de Geest van God. Jongens, dan kunnen wij proberen te beredeneren met ons verstand, maar ons verstand zal het niet kunnen doen. Geloof je daarin? Jouw verstand zal zeggen, het is niet mogelijk. Jouw verstand zal zeggen, in jouw gevoel, dat is niet mogelijk. Maar alles is mogelijk. Alles is mogelijk bij de levende God. Op dit ogenblik wil ik tegen je, mag je iets tegen je broeder en zuster zeggen. En dat is, niets wordt iets. Niets wordt iets. En hoe zou je dat theologisch kunnen verklaren, Pastor Hans? Niets wordt iets. Dat kan toch niet? God sprak in het begin, Genesis 1, vers 2, de aarde was helemaal leeg. Er was niets. Er was niks. Ja? De geest van God bedekte het met water en er was helemaal donker. Maar God sprak. God sprak. En wat gebeurde er? Toen God begon te spreken. Toen was het niets werd iets. Ja. Amen. En zo moeten wij ook in ons leven zijn. We moeten de dingen moeten wij tot aanzien roepen.
tot aanzien roepen. Als jij gaat proclameren en jij gelooft in geloof, dan zal je gaan ontvangen. Dan zal er niets te wonderbaarlijk zijn. De geest van God is verstand en kennis te krijgen van hem. De Heer zegt tegen jou, wees vervuld met de geest van God. Amen. Exodus 35 vers 31. De geest heeft hem vervuld met zijn geest. Zijn geest heeft hem alle wijsheid, verstand en kennis die hij voor dit werk nodig heeft. Begrijp je dat? Voor het werk van God heb je de geest van God nodig. En geen theologie. Voor het werk van God heb je niet alleen de geest van God nodig, maar ook een geest van lef. Om te durven uit te stappen. Eigenlijk moet je gewoon een beetje dood zijn, een beetje dom zijn, om de dingen voor God te willen doen. Want je zal veel commentaar krijgen. Want hoe kan hij dat wel? Ja. Mag ik ietsje zeggen? In Numeri 11 vers 25. Toen kwam de Heere in de wolk naar beneden en sprak met Mozes. En hij nam het deel van de geest die op Mozes was en legde die op de 70 leiders. Toen de geest op hem kwam, profeteerde zij. Dat is een krachtige. De geest van Mozes werd op 70 leiders gelegd, waardoor deze leiders begonnen te profiteren. Zo is het ook vandaag, als ik jullie straks om naar voren uitnodig, om naar voren te gaan komen, om jullie te gaan zalven met de Heilige Geest, om jullie werk te gaan doen, dan zal je gaan zien wat God in je leven gaat doen, als je wil. In Jozua, de zoon van Nun, hij was vol van de Heilige, van de Geest van wijsheid. Want Mozes had hem voor zijn dood de handen opgelegd. Dus het is heel belangrijk, als je de handen op mensen legt, wat gebeurt er dan? Wat zal er dan gebeuren? Dan worden mensen beter. Niet bitter, maar beter. Ja. Als je de handen op mensen legt, dan zal je gaan kijken wat God gaat doen. Al zal het ook iemand zijn die niet een christen is. En je legt je handen op deze persoon, de aanwezigheid van de Heilige Geest zal zijn leven al doen veranderen. Prijs de Heer. In de schaduw werden mensen genezen bij Simon Petrus. Dus de aanwezigheid van God wat op je leven is. Amen. Samuel, 1 Samuel 10 vers 6. Dan zal de geest van de Heer ook over jou komen. En hij zal je met hen heen profiteren en een andere mens gaan worden. Zoals de geest van God over jou gaat komen, dan zal je een ander mens gaan worden. Net als wat Saul meemaakte. Hij werd een compleet ander mens. Ja, dat mogen we weten. En 2 Koningen 2 vers 15. De profeten van Jericho stonden op een afstand te kijken en zagen het. Ze zeiden, de geest Elia was op Elisa. En toen kwamen ze naartoe. Dus een dubbel deel van Gods koninkrijk zal op jou gaan komen. Amen. En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart gestort. De geest doet in je. Lieve vader. Ja, de geest van God. Je hebt het zoonschap, heb jij. Je bent de zoon gekroond van de Allerhoogste Koning. En ook dochters. Ook de geest van God is in jullie.
Alleen het moet soms aangewakkerd worden. Kijk, als iemand, als een leeuw, misschien een heel raar voorbeeld, maar als een leeuw net een boutje heeft verscheurd en opgevreten, dan gaat hij liggen. Dan is hij vol. Dan is hij voldaan. Laat me het zo maar even netjes verwoorden. Maar na een paar dagen, dan heeft die leeuw, die heeft weer honger. En dan gaat hij kijken. Wow. Is weer een lekker boutje. Kippenboutje. Begrijp je wat ik bedoel? Maar dan wordt die leeuw, die wordt hongerig. En zo moeten wij ook hongerig gaan worden in de geest. Om de dingen van God te gaan doen. We moeten niet meer slapen. Er is een tijd van op te staan. En dat geldt niet alleen voor jullie, maar dat geldt ook voor mij, net zo goed. Er is een tijd om het anders te gaan doen. Er is een tijd gekomen om jullie allemaal te salven. Er is een tijd gekomen om op jullie de handen te leggen. En te gaan zeggen op dit ogenblik. Ontvang de Spirit of the Living God. En dat je kan zeggen, the Spirit of the Living God is on me. De geest van de levende God is op mij. Want hij heeft mij gekroond. Hij heeft mij veranderd. Als jullie vanavond zullen zeggen, dat wil ik graag ontvangen in Jezus, daar mogen jullie naar voren komen. Dan ga ik jullie salven. Om deze week, om aankomende week te zeggen, Heer, ik wil meer en meer en meer van u. Heer, laat mij door de linies heen breken. Laat mij door die muren heen breken. Laat mij over water lopen. Laat mij op zieken de handen leggen. Laat mij profiteren. Laat mij spreken. Laat mij handelen en laat mij wandelen in de kracht van u. En ik zal zien dat bergen worden verplaatst in Jezus' naam. Amen.